Ik start de week vandaag met bij mijn tantes. We're gonna come down, we're just gonna sway side to side. Chip stylish, black top, really eilig. Omdat je er zo stylish uitziet. Nee. Papa heeft last van zijn ogen, helaas. Wens een beterschap onder de comments. Door de staaroperatie gaat het toch niet helemaal zo lekker als dat het zou moeten zijn. 2 hours later. Ik ga bij hun op bezoek. En ik heb een beautiful nieuwe sjaal gekocht bij de Primark. Want dan kwam ik toevallig, was ik daar even aan het kijken. En toen zag ik deze, maar 8 euro. Nou, super. En hij is lekker warm en mega lang. Goed, ik ga hier nu heen. Onderweg was het super mooi trouwens. Kijk even deze bomen. Dus even kijken. Ja, ik zie er daar al. Achter de computer. De honden zitten al te blaffen. Ik hoop trouwens dat ik geen lippenspul op mijn tanden heb. Want er gebeurt nogal eens met die beugel. Joehoe! Niks van. Oh. Ik dacht helemaal dat ik aan de andere. Nee, tantes. Lees dit je. Ja, dat is even geleden. Oh. Hallo. Nou. Nou, jippie, dat was een verrassing. Nou, nou. Ja. Nou, we zitten al eventjes gezellig te kletsen hier bij de tante. Jouw glazen. Ik ken ons te worden. Oh, het is net te laat. Maar ja, de glazen van Thea, die besloegen helemaal van de stoom. Maar we zitten al eventjes lekker te kletsen hier. En we gaan nu lekker spaghetti eten. Hier aan tafel. Ja, ik hoop dat hij lekker is. Ja, dat denk ik wel. Ik film alvast hoor. Hey, kijk, het moet nog gemarineerd worden met cheese. Gedecoreerd. Marineerd zit er nog. Oh, maar dat ziet er wel lekker uit hoor. Cheers. 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 Bon appetit. Ranja erbij. Oh, de hondjes. Etenstijd, jongens. Even wachten. Nee. Wacht hè. Dat is een toetje. Wacht hè. Oh, toetje. Hebben ze al gegeten? Ja. Nee. Oh, ja. Oh. Even wachten. Toetje. Oké. Oh, kijk, die luisteren goed, hè? Ja, dan wachten ze anders. Dan hebben ze dan op voor de... Ja. Goedemorgen, dames en heren. Leuk dat jullie weer zijn bij een gloednieuwe dag. Oh ja, ik moet de vlog niet overnieuw beginnen. Ik heb vanavond bij mijn tantes geslapen. Ik ben nu alweer thuis. Ik heb al lekker gesport. Bam, bam. Apps. Maar ja, mijn tante hadden vanochtend een begrafenis. Dus ik dacht, ja, ik vind het wel zo netjes om dan even niet te filmen. En toen ben ik naar huis gegaan, heb ik lekker gesport. Heb ik net een meeting gehad en heb ik boontjes gegeten. En nu heb ik een pakketje binnen en is mijn oorbel. Wat is hier nou? Die is uitgegaan. Ja. Nou, ik heb dus een nieuwe tas besteld bij Zalando. Ik wilde hem eigenlijk bij de Bijenkorf halen. Maar de Bijenkorf had hem niet meer. Proost, by the way. Water. Bijna leeg. Het is namelijk een tas. Ik heb deze tas al, maar die is een beetje kapot. Dus als het goed is, heb ik dezelfde besteld. Oh, die vind ik dan nooit zo nice. Maar goed. Hier is hij. Het is een tas van Rains en dit zijn waterdichte tassen. Ik vind die altijd wel fijn, zeg maar, om gewoon bij te hebben als ik spulletjes moet vervoeren. Wow. Helemaal nieuw. Ja, heel fijn. Ze zijn dus waterdicht. Het is dus fijn voor als je in de regen loopt. Niet in een plas met water, want dit heb ik ooit meegemaakt. Dan is hij niet waterdicht. Maar over het algemeen wel. Kijk, dit is hij namelijk. En deze is al helemaal aan het eind van zijn latijn. Hij kan nog wel gebruikt worden, maar er zit allemaal verf op. Dit is allemaal aan het loslaten. Dus ik heb een nieuwe besteld.
En dan ga ik zo meteen eventjes de stad in, want ik ga nog iets bij de Zara ophalen. We gaan er wat van maken vandaag. Ik heb al een beetje spierpijn van vandaag's workout. En ik heb lekker weer growing ananas gedaan. En ik voel het echt. Hier zo. Hier zo. Ja, en ik heb veel armtraining gedaan met deze. Nee, ik heb me bedacht mensen. Ik ga niet naar de stad. Ik ga vandaag opruimen en ik ga jullie een... Hoe noem je dat ook weer? Zo'n versnelde video laten zien van dat ik aan het opruimen ben. Want mijn hoofd is rommel en ik voelde me gestrest. En toen dacht ik, maar dan moet ik helemaal niet naar de stad. Dan moet ik rustig aandoen. En want mijn kamer is ook een stress. Dus dan moet ik rustig aandoen en mijn kamer ontstressen. Zodat mijn hoofd ook ontstresst. Want anders moet ik dit allemaal later nog doen. Dat is lekker opgeruimd. Ik heb hier zeg maar mijn jassen gewoon en mijn tassen. En hier staan al mijn schoenen en slippers bij de deur. De Ideal of Sweden gaat in de kast. En dan gaan we door naar de wasopvouwer. Wil je dingen doen vandaag? Moet ik tot 4:30 thuis blijven? Omdat ik allemaal pakketten krijg. Oh, help hoor. Nou, dan lig ik nog lekker even in bed. Mijn god, ik lach mezelf gewoon uit. Ik ga net lekker zitten. Ik pak mijn boterhammetje erbij. Ik neem hem hap. Er zit er helemaal geen beleg op. Waarom heb ik dit zo op elkaar neergelegd? Ik ga stuk. Maar goed, het is al laat. Ik moet deze thuis blijven omdat ik deze pakketjes krijg. Ik heb net al een pakket gekregen van, ik weet niet zo goed hoe ik het uitspreek. Jour Cosmetics. Nou, super gaaf. Hun hadden mij een bericht gestuurd dat ze mij iets wilden opsturen. Dus ik ben echt heel erg benieuwd wat erin gaat zitten. En dit is echt een goed merk namelijk. Dus, super excited. Even thumbs up als je ook mee blij bent voor mij. Oh my god. Maar goed. En ik krijg zo meteen pakketjes van de Zara. Ik kreeg 3 verschillende mailtjes dat mijn pakket tussen 10 en 15 aankomt. Dus dat betekent dan denk ik dat ik 3 verschillende pakketten krijg. Waarom die dan in 3 verschillende pakketjes zitten, geen idee. Maar goed, ik ga eventjes pindakaas op mijn boterham doen. Dat is iets lekkerder. Oh hey, ben ik weer. En nog steeds in mijn pyjama's. Maar kijk eens wat ik hier heb. En er komen morgen nog 3 pakketten. Niet normaal. Maar dit wordt een super leuke shoplog met heel veel kleding. Dus ik ben mega benieuwd om dit jullie te laten zien. Dus blijf zeker kijken. Ik weet allemaal niet meer waar ik het moet plaatsen, wanneer. Mijn huis. Ah, oh, jongens, wat een vibe weer op deze ochtend. Ja, we sneeuwen af op hier zo, hoppakee. We gaan weer even een liedje opgooien. Capuchonnetje op! Good morning, ik ga nu naar Amsterdam. Nee, gaantje, ik ga naar Den Haag. Mega ver trouwens, het is echt 2 uur reizen. Maar wat ik eerst ga doen is even maandverband in mijn jasje. Aangezien, zeg maar, dit is synthetische jasjes zijn van de Zara. En dan zweet je altijd. Het gaat stinken. En dan moet je na 1 keer wassen al je... Oh, godverdomme, ik kom niet aan mijn woorden. Dan moet je na 1 keer wassen al je jasje wassen. Dus dat... Nee. Ja, zie je? Dan moet je na 1 keer dragen al je jasje wassen. En dat is verschrikkelijk. En soms blijft die geur er dan ook in zitten.
Dan moet ik hem nog een keer wassen. Dus dat scheelt me allemaal geld dit. Dus dat is mega irritant. Dus daarom ga ik mijn jasje bekleden met een mooi maandverbandje. Waar het toch allemaal niet goed voor is, hè, die vrouwendingetjes. Volgens mij heb je hier ook dingen voor. Maar goed, als het werkt voor nu, dan is dat helemaal prima. En het werkt trouwens hoor, ik heb het al eerder gedaan. Het werkt wel en het helpt tegen zweten in mijn jasje. En daardoor blijft mijn jasje lekker schoon en kan ik hem in plaats van één keer wel 3 of 4 keer dragen. Nou, wat een top idee. Ik ga nu naar Den Haag. Ik ga shooten met GMC Capture. Hij heeft echt super mooie beelden gemaakt van een meisje in Bonaire laatst. Dus ik ben heel erg benieuwd, want ik wil namelijk ook zulke mooie beelden. Goed, on my way. Volgende halte, Willem Dixonplein. Hey, ik ben in Den Haag in het bos. En ik moet nu naar het Japanse bos lopen. Oh, ik kan nu alles zeggen dat het heel mooi is, maar ik voel me eigenlijk vandaag echt een beetje een zwabber. Want ik hou echt niet van winterkleding dragen en ik voel me een of andere pakezel met al deze kleding aan. Ik wil gewoon lekker in mijn bikini op het strand liggen. Maar goed, ik hoop dat de Japanse tuin er mooi uitziet en dat ik daar een beetje excited voor word. Want dit voel ik even niet. Maar respect voor alle natuurliefhebbers natuurlijk. Iedereen liefde. Nou, dit is de Japanse tuin, jongens. Maar hij is dicht. Ik ben helemaal naar Den Haag gegaan voor niks. Oh, wat erg. Kijk. Ik moet zeggen dat ik het ook niet mega spectaculair uit vind zien. Doe mij maar een blauw strand. Nou, ik ga even wachten op GMC Capture bij Jadrian volgens mij. En dan zien we wel wat we gaan doen. Zo, we zijn aan het shooten in nature. Dit is, wat is je naam? Jadrian. GMC Capture, right? Yeah. Yeah. And he's living in the Netherlands now to study in The Hague. And he is actually from Bonaire, the ABC Islands. Yes. Nice to meet you. Lekker weer thuis. Oh my god, heerlijk. Ik heb zonnepitten gehaald. Wie komt dit nog? Dit is mijn all-time favorite. Nee, we hebben geshoot. Ik moet zeggen, ik ben niet zo van de herfstshoots eigenlijk. Dus ik hoop een beetje dat de foto's ook naar smaak zijn. En dat ik ze ook kan gebruiken. Maar ik probeerde het maar. Goed, we shall see. En misschien dat ik zo meteen nog eventjes langs Alida ga. Die is al heel lang niet meer in de vlog geweest. Maar die is namelijk in Eindhoven. Dus dat is dan wel leuk om haar te zien. Oké, ik zou naar de stad gaan, naar Alida. Maar ik ga in plaats daarvan sporten en slapen. Vandaag maar 20 minuutjes gesport. En ik wilde eigenlijk een uur sporten. En ik vind deze training echt super fijn. Dit is weer van Growing Ananas. En zij heeft, hoe heet deze training? 60 minutes. Fierce full body hit. No jumping workout with weights. Dus ik heb hier echt mega veel zin in. Normaal hou ik niet van in de avond sporten, maar ik heb hier gewoon echt zin in.